dag niet over. Ik wens u allen een hele mooie avond, een mooie tentoonstelling en ook een mooi weekend. En een warm applaus. Ik heb ook een speakbrief. Ik houd heel kort van zoek, waar ben je? Ik zocht, want het is niet alleen ik ben het geweest, maar ook zoek. Zoek om hier staan. Dat is overleg iemand. Je doet de grote steun voor me en eigenlijk voor alles wat je gedaan hebt voor de kunstenaars. En ik wil je ook heel hard bedanken. Je wil niet in het voetlicht staan, dat weet ik, maar ik ga het wel doen. Zonder jou was het niet gelukt. Ik had veel producties, veel in de hal staan, theater. En jij bent de motor achter me geweest, alle kunstenaars benaderen, het mail en alles. Nee, je bent goud geweest. Goud voor Zandvoort. En Zandvoort is een museum om aan te houden. Ja. Dank je wel. En er zijn nog meer. Hilly Jansen, ze wil niet in het voetlicht komen, maar Hilly, zonder Hilly. En dat weet René Zuiderdijk, waar is René? René. En Arthur weet het ook. Zonder jou is er geen één museum, denk ik, in Nederland waar het roze zo vertegenwoordigd is. In 2013 zijn we begonnen. Nee, maar ook dat jij de open staat, zodat wij de kans krijgen om hier een tentoonstelling te doen. En dat realiseert niet. En dat heeft jullie ook de Pride at the Beach van de zomer gehad hier in dit prachtige tentoonstelling. Wij konden in het Pop-up Museum en nu zitten we hier. Dus ik denk dat heel LHBT, heel Nederland jou zo dankbaar bent. Echt waar. Jij gelooft niet, want welk museum kunnen we daar terecht? Weinig. Dus daar wil ik je ook heel erg bedanken. Van bloemen hou je niet van. Dus ik heb een heerlijke fles champagne. Je mag een kunstwerk ook een verfknallen straks. Ja. Maar ik wil ook, ik weet niet of Joke Breemauer is, maar Paasje, eigenlijk van de kunstlijn Haarlem. Ik had gehoopt, maar ja, die zie ik morgen ook uit te bedanken, want zij heeft altijd vertrouwen gegeven dat ik 6 jaar geleden begon met willen iets voor LHBT, kunstenaars, maar ook niet alleen maar homoseksuelen, maar ook lesbiennes, transgenders, maar ook hetero's, gewoon met verbinding, want ik hou van verbinden. Dat doe ik voor de overheid, mensen verbinden met elkaar. En Joke heeft toen mij de kans gegeven om 6 jaar geleden te beginnen. En dit is al de 6e keer dat we dit doen. En we gaan gewoon door, denk ik. Elke keer denk ik, hou me op, maar nu. Maar dit is ook, dit is het museum. Zandvoort Museum is een museum om van te houden. Dat is een spreekwoord, is zo. Ik wil ook alle medewerkers bedanken. Want als ik zeg, ik wil een grijze muur of een blauwe muur, voordat je het weet, is hij er. En daarmee heb ik dat prachtig boeket bloemen. Dus voor alle medewerkers van het Zandvoort Museum, want zonder jullie met koffie, thee, alles, maar het kon allemaal. En iedere keer wil jij het in handen nemen. Ja. Voor iedereen, voor alle medewerkers. Heel hartelijk bedankt voor alles. Dat is een heel mooi. Ja. Heel snel. Dank aan het Bureau Discriminatie en Gemeente Haarlem om toch wat geld, dat we toch wat artiesten kunnen laten optreden, daar zijn we heel blij mee. Maar we willen ook eigenlijk Lee Haarlem bedanken. Zonder die twee hebben we jaren mee samengewerkt en jullie waren ook weer de motor die ook even een zetje hebben gegeven bij Bureau Discriminatie. Ruud en René, heel erg bedankt van Lee Haarlem. En ook, eigenlijk ook de motors van Pride at the Beach, Mark, Roy, André en Irma en Ben, maar die zal ik straks introduceren. Maar ook New West Start Organization. Heel fijn dat ze er zijn. 5 kunstenaars die hier vertegenwoordigd zijn. We willen ook graag Irene en Gerry van Zandvoort Radio, die altijd als ik belde, konden bij de radio komen. Jarenlang steun hebben we dat gehad. En ik wil Ellen heel erg bedanken, Ellen van Heij en Corrie Ifke. Ik hou het op. Ik wil nog een huishoudelijke medewerker. Wilt u zoveel foto's en film op Facebook, Instagram zetten? Heeft u museumkaart, gaat u naar de balie, want elke steun is mogelijk. Veel Instagram, Facebook, zeg het voor dat roze bestaat in Nederland. En dan nog een, kan ik het weer lezen? Museumkaart. Dit was eigenlijk het openingswoord. En ik wil het eigenlijk als... Ellen aan deze kant, dan ga ik me eens introduceren, denk ik. Cora, we hebben ook nog gezongen, niet zo op het zebrapad, maar dan gaan we. En dan starten wij en openen we de kunstlijn 2018 in het Zandvoort Museum en Haarlem.
En nu wil ik het woord geven aan Mark en dan gaan we verder met het programma. Mark. Mooi. Fred noemde het al, Pride at the Beach. Komende zomer voor de derde keer een festival van 3 dagen hier in Zandvoort. De kunstlijn is al voor de 33ste keer nu in Haarlem. De Pride in Amsterdam, die kennen we ook allemaal, die is zelfs al voor de 23ste keer georganiseerd. Maar we gaan gewoon voor de derde keer en we proberen het programma volgende zomer nog diverser te maken, nog kleurrijker. We hebben veel meer kleuren dan de roze kleur en de regenboogkleur volgend jaar. We willen meer jongeren, meer dames, echte vrouwen, nep, travestieten, mannen in leer, vrouwen in het leer. We willen ze allemaal in Zandvoort hebben. Volgend jaar, 29 juli tot en met 31 juli. En het mooie is dat we dan ook natuurlijk weer kunst en cultuur hebben. En de grap is, vanuit Pride at the Beach hoeven we niet eens aan Hilly te vragen of ze dan in de zomer weer in het museum iets met Pride wil organiseren. Ze is al bezig. Ze is alweer begonnen. We hoeven het niet eens te vragen. Hilly, symbolisch geef ik aan jou de eerste vlag van Pride at the Beach. Omdat we graag... Andersom. Omdat we graag... Andersom. Dat we graag weer op jou en je hele team rekenen. Dankjewel.